boys, vandaag zijn we ook overgeschakeld naar het 20 uur en dat wil ook zeggen dat uh, de rewards van Squad Battles om 9 uur morgens zijn. Allee, 5 minuten na 9 in de plaats van 5 minuten na 10. En dat we ook vanavond onze content gaan krijgen om 6 uur in plaats van om 7 uur. Maar boys, mijn naam is Kamperske en welkom op mijn YouTube kanaal. Als je op de hoogte wilt blijven van alle FIFA 22 nieuws, vergeet dan zeker niet te abonneren. Maar we gaan nu kijken naar de Squad Battle Rewards. En uh, we hebben deze week weer niet al te veel moeite gedaan en ik denk dat we gewoon rustig in Elite 1 zijn geëindigd. Maar we gaan het zometeen zien. En boys, wat dat IE gisteren eigenlijk ook nog heeft gedaan, is zoals we hier op het scherm kunnen zien uh, hebben ze drie nieuwe uh, rulebreakerskaarten in de game gedaan. De Mois doen ze een mini-release op zondag. Maar nu hebben ze het zeg maar op een zaterdag gedaan. En we hebben een Goendegang gekregen, een Zakaria en een Barkhuizen. Um, op zich, de kaarten lijken op niet veel. Alleen Zaccaria is een beetje goed. Maar die kan jij eigenlijk alleen maar linken als je een Bundesliga team hebt. Maar boys, we gaan nu kijken naar de squad battles en eens kijken waar dat we zijn geëindigd. En uh, zoals je kunt zien zijn we Squad Battles Elite 1 geëindigd. Dus uh, dit is weer lekker lekker. In dat dat 250k pakketjes waren. Ja. 26.000 coins en 250k packs. En uh, die gaan we meteen openen, boys. En ik heb gisteren ook nog wat objectors gecomplete. En uh, die pakjes die ga ik achteraan deze video aanplakken, boys. Maar hier hebben we de 250k packs. En we gaan eens kijken waar we hierin zitten, jongens. Uh, 12 items, dus uh, hopelijk een wolkoudje met wat geluk. rulebreaker. Let's go, come on, yay. Lammetjes. Oh, dat is Mikitarian, denk ik. Ja. Onze Mikitarian. Dat is uh, niet super. Lamar en Kunku. En Antonio. Olitano, allemaal speciale kaartjes gehad. Maar, uh, ja. niet in dit pakje. En boys, dan hebben we pakje nummer 2. En die gaan we nu ook meteen open doen. En uh, we gaan kijken of dat we iets kunnen packen. Let's go, come on. Hey. Geef ons gewoon een walkout, geef ons iets ziek. Oei, 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 zelfs geen vlammetjes. Orto, die heb ik uh, volgens mij uh, al 100 keer gepakt. Yikes. Korea, Solar, Porto, Mukiele. Maar boys, dan gaan we nu kijken naar de packs van de objectives die ik gisteren heb gecomplete. Zo, so boys, zoals je kunt zien, hebben we nu weer een nieuwe objective gecomplete. En dat is voor het mega pakketje in de objectives van, van gisteren. En voilà, de rulebreakers Rush. Zoals dus je kunt zien hebben we hier een pakketje gecomplete. Een 75 plus, die gaan we nu claimen. En als het goed is ook een mega pack. Yes, en een mega pack. Alright, let's go. En we gaan ze nu ook meteen open boys. Let's go. We gaan, we gaan beginnen met die rule breakers, hè, jongens, met dat leenpakket. Hopelijk kunnen we iets goed krijgen. Die Haaland, die uh, Ousmane Dembele. Um, let's go. Laten we zien. Oké, okay, we krijgen coates. Let's go. Maar dan gaan we nu naar de pakketjes kijken. 75 plus. Let's go. Niet speciaal. Een Duitse kam. Wirt. En dan gaan we nu gewoon het coldpackje open doen. Let's go. Hier zit ook niet speciaal in. Um, Oké, okay. Ademi. En dan nog een paar andere. En dan hebben we hier het two-player pack. Een zilveren aspace kaart. Een Nederlander een center met Hammer. It's Hammertime, boys. Hammertime. En dan gaan we nu voor het Small Electrum player pack. Zes spelers, drie goud, drie zilver. Let's go. Een uh, Liberadores kaart. En het is Orena. Uh, Zo, en Lamela. En boys, nu het mega pack. Hier zit een 82 plus in. En we gaan kijken of we hier iets hadden kunnen pakken. Let's go. Kom aan hey. Een walkout. Een rulebreaker. Kom aan. Zijn vlammetjes. Portugal. Left back. Oké. Okay, Guerrero. Die heb ik volgens mij al. Of ik heb die ingeleverd in een SBC. Nee, ik had hem al. had ik deze middag wel ingeleverd in een SBC. Een hele hoop contractjes. Een ankertje. Zo, so boys, en die drie dubbele hebben we in een golden upgrade gedaan. En die gaan we nu indienen en die gaan we ook meteen openen. Let's go. En voilà, let's go. Kom aan, jij. Hey. Niets speciaals. Een Portugese goalkeeper, Lopes. Voilà, Lopes. En we gaan eens kijken wat er misschien nog in zit. Abonneer gratis op mijn YouTube-kanaal door op de foto in het midden te klikken. Als je dit hebt gedaan, kan je altijd een van deze twee andere video's bekijken. Bedankt en tot in de volgende video.